Mijn naam is Martin Benning. Ik heb hier samen met mijn ouders en mijn vrouw een melkveebedrijf in Dwingelo. We hebben ongeveer 325 melkkoeien, plus bijbehorend jongvee. Nou, ik denk dat ons bedrijf iets anders is dan de doorsnee melkveebedrijf. Wij proberen toch met een aantal dingen hier op het bedrijf midden in de samenleving te staan, tussen de burgers in te staan. Daarom doen wij heel veel aan boerderijeducatie. Daarnaast hebben wij een energietak. Proberen we eigenlijk CO2 te reduceren en ook mestgassen te reduceren via een monomestvergistiger. Samen met de vergistiger en de zonnepanelen kunnen we ongeveer voor 400 huishoudens stroom leveren. Ja, verder denk ik dat het heel belangrijk is dat je voor de toekomst van het bedrijf geaccepteerd wordt door boer en burger, zeg maar. Dat je midden in de maatschappij staat. Dat je niet meer alleen gezien wordt als de melkproducent. Degene die, zeg maar, het landschap kleurt. Dat je ook gezien wordt als landschapsonderhoud van Nederland eigenlijk. Ja, passie voor de sector, dat is toch de veelzijdigheid, denk ik. Werken met je handen, nieuwe oplossingen bedenken binnen regels die bedacht worden. En dat maakt het leuk, denk ik, de agrarische sector.